3FM. Mark Tuitert, goedemiddag. Goeiedag. Ja. Wat maak je me nou? Ja. Ja, het is wel een beetje een pijnlijke beslissing, maar ik neem hem wel met een lach op mijn gezicht, hoor. Ja, nee, dat viel me ook op. Ik stop dat zielige muziekje ook direct eigenlijk. Nee, want het is kijk, laten we wel wezen, je hebt op de Olympische Spelen, de laatste Spelen, geen medaille weten te bemachtigen. Maar je hebt wel geweldig gereden. De concurrentie is natuurlijk ook veel beter geworden. Kortom, jouw Spelen waren eigenlijk helemaal niet slecht. Nee, eigenlijk niet. Als je het zo bekijkt, natuurlijk doe je nog pijn en schimmen als je wint. Natuurlijk wil je dat en dat doe je alles voor. Alleen, het enige wat ik kan doen is alles geven en strijd leveren tot op het laatst. En dat heb ik gedaan. En eigenlijk heeft me dat heel ver gebracht. Gewoon met hele goede ritten. Alleen, ja, net niet genoeg voor medaille. Maar ja, ik kan mezelf helemaal niks kwalijk nemen. Dus daarom is dit ook wel een mooi moment, vind ik eigenlijk. Weet je? Nou ja, ik wil niet... Laat me wel wezen, je hebt je nog weten te plaatsen ook nog voor de Olympische Spelen. Wat natuurlijk ook nog een fantastische prestatie was. Maar stel nou dat dat niet gelukt was, Mark. Had jij dan jouw afscheid al eerder aangekondigd? Ja, dan had ik de handdoek denk ik wel eerder geworpen. Ja. Dan was het me niet waard geweest. Maar dan was het wel een triester afscheid geweest. Ja, dus eigenlijk is het wel een heel mooie manier zo voor je. Ja, ik ben echt hartstikke blij mee eigenlijk dat ik op deze manier... Weet je, ik kan nog een jaar doorgaan, alleen... ik weet wat ik ervoor moet doen, wat ik ervoor moet laten om topsport te bedrijven. En als ik topsport bedrijf, wil ik echt alles uit mezelf kunnen halen. En dan moet ik gewoon, dan moet ik gewoon heel veel voor doen. En dan wil ik winnen. En dan moet ik ook weer door de shit en ook weer door de teleurstellingen en frustraties heen. En daar heb ik, en dan, of het dan lukt is nog maar de vraag. En daar heb ik gewoon geen zin in. Ik geniet nog heel erg van het schaatsen. Van de spelen heb ik genoten. Van de plaatsing heb ik genoten. Dat kwam al van heel ver en dat is me gelukt. Ik heb afgelopen weekend in het Olympisch Stadion nog echt genoten van zoveel publiek. Ja. Ik ga nog 2 wedstrijden rijden. In Insel komend weekend in Heerenveen. Dus ik ga er gewoon nog even van genieten. En dan is het ook mooi, hè? En alles komt een einde. Ja, en dan, Mark, want topsporters, dat was onlangs nog het nieuws, die zijn zelden financieel onafhankelijk. Hoe gaat het bij jou? Moet je nou gewoon weer aan de bak ergens? Kunnen we je binnenkort in een hamburgerrestaurant zien achter de bakplaat? Nou, of ja, ben jij voor? Ik weet, nee, ik... misschien als gitarist verder. Nee, ik heb... Ik mag niet klagen. Ik bedrijf al jarenlang topsport op een hoog niveau. En in het schaatsen kun je er ook wel echt wel wat mee verdienen. Ik ben zeker niet financieel helemaal onafhankelijk. Alleen ik hoef niet morgen te solliciteren. Alleen ik zou dolgraag mijn drive en mijn passie voor andere werk of andere dingen inzetten. En ergens in vinden wat ik in het schaats altijd heb gevonden. Het zal nooit hetzelfde zijn. Maar... Je wil niet in de schaatssport actief blijven. Hè? Je kunt dan nog gaan coachen. Je kunt gaan analist worden. Hè? Dat doen er ook veel. Rintje Ritsma bij de afgelopen spelen. Ja. Baanvegen. Nou, ik heb heel veel ervaring en heel veel liefde voor de schaatssport. Dus eigenlijk lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om betrokken te blijven bij de schaatssport op een of andere manier. Maar hoe, weet ik niet. En aan de andere kant lijkt het me ook juist wel heel erg leerzaam en ook heel leuk om buiten de schaatswereld een keer te kijken en te leren en van het leven van de andere kant een beetje mee te maken. Dus, maar hoe dat concreet gaat, ik wacht wel wat er op me afkomt en of ik zelf wat ga ondernemen of we zullen zien. Dan zeg je het zelf al, misschien wel iets met de gitaar. Nou weten we inderdaad dat jij ook een meer dan gemiddelde liefde voor de betere muziek hebt, Mark. Ja. Ja, in ieder geval, goede gitaren moeten erin zetten. Dat is belangrijk. En jij hebt toch in het Holland Heinekenhuis gespeeld. Rocking in a Free World. En wij dachten, Mark, vanmiddag zijn wij even aan het zweten gegaan. Wij hebben een hoop fragmenten uit je hele carrière bij elkaar verzameld. En dat hebben wij in een stukje muziek geplakt. Ja. En als een soort eerbetoon voor jou. Dank voor vele mooie sportieve hoogtepunten. En het gaat heel erg goed met alles wat je van plan bent. En met je mooie gezinnetje ook. Want die is volgens mij ook voor jou erg belangrijk geweest. Misschien ook wel zeker. Ook belangrijk in dit besluit geweest. En als het mag blijf je natuurlijk graag bellen als er weer nieuws over is. Je blijft toch vriend altijd van de show, hè? Ja, gaaf man. 3FM.